die leegie, dat doet me ook wel wat denken aan... aan een schoot in zijn laatste jaren. He. Hij had Alzheimer. En... de leegte van het landschap bedoel ik dan. Zo, die kreeg ook een bepaalde leegte in hem. En iets ongrijpbaars. Was totaal niet meer bijkomst. Ja, hij zelf ook niet. En hij werd ook heel direct in zijn uitingen. Er zat helemaal geen remmer op. En dat dit landschap, open, puur, geen remming, maar wel leeg en, wegebbend. Hè? Die vergelijking is ook wel mooi, want uit werd ook alles weggetrokken. Hè? Het leven, al zien herinneringen, zien ziel bijna. En het ebde weg. Dan zitten we op een hele... mooie plek wat dat betreft. Want hier is het ook. Hier ebt het ook wel eens weg. Eb en vloed. Maar hier komt het weer. En als ooit kwam het niet meer vanzelf. Nou, hier staan ze dan. Zo'n beetje alle schilderijen die ik maakte, de afgelopen 5 jaar, denk ik. Of ja, laat ik zo zeggen, 5 jaar geleden toen kreeg ik het idee om er toch wat een project van te maken. En uiteraard met tussenposes van zoveel maanden en dan weer eens niet en dan weer eens wel. Is dit zo'n beetje een klein overzicht van wat de productie oplevert het. En het is wel heel erg nadig. Ik heb ze natuurlijk allemaal wel veel vaker zien, uiteraard zou ik zeggen. Ik heb ze schilderd. Maar routine de schilderen gaat het hier uiteraard onbewust al wat onder de huid zitten. En als het dan al heeft en dan zie je het weer eens waarom. Ook in combinatie met dingen en gesprekken die ze er wel over heeft en verhalen die ze hoort. Ja, dan komt het toch wel wat boven uiteraard. En ik heb ook wel eens gedacht van, waarom ben ik er eigenlijk echt met begonnen met het project? Wat is de echte reden geweest? En dan denk ik ook al gauw van, had het iets te maken gehad met een soort rouwverwerking of zo. Of een soort troost in fine. Maar ik vind het heel moeilijk om daar een pasklaar antwoord op te geven. Wat het mij oplevert het. Toen hij in het ziekenhuis lag, had hij zo'n delirium. He, zo'n delirium. Ja. Toen werd hij een keer wakker en toen moest hij zo gulen. En toen lag hij: Mijn mem is dood. En ik denk, zo met zijn mem bezig. Ja. Dat, ja. Waar hij niet meer bij de tijd. Nee. Ja.
Nee, want inderdaad, want in die team moest je ook prot gulden, dat weet ik al. Je moest ja. die laden aan de oppervlakte. Ja, maar ja, dat vertelde ja. je ook inderdaad over je mem. Had je een nieuwe fiets gekregen voor je mem? Als kind zijnde. Ja. Ja, en die kinderlijke balorigheid had hij daar een keer bij een greppeltje Delft fiets. En ja. die fiets, ja, de wiel brak of weet ik veel. En daar voelde hij hem zo schuldig over ja. nou, als, ja. als groot man. Als en dus, begon ja. hij daarover te grienen ja. en te janken. Ja. En heel, heel ja. pad. Maar ja, goed, dat hoort bij dat ziektebeeld. Dat hoort bij dat ziektebeeld. Ik ja? Ja, echt waar. Misschien deugde hij toen met mom. Ja, die heeft u de kast ja, die kast staat. Die heb ik maar even geconfiskeerd. Ja, hier staat de naam van de batting in. De heer Edelings de batting ja. Nou, dat is voor het eerst dat een hemd van hooit dan heeft. Ja. Had nooit gedacht dat nou, er ooit is een hemd nee. van hooit dan heeft. Dat is een prot hem uitworst. Ik heb ze heel veel uitworst, ja. En ik heb heel veel maai hem gekocht. Ja. Weet, toen hij in een batting lag, toen moest hij naar hem hebben. Ja. Ik heb al 7 naar hem voor hem gekocht. Ook onderbroeken. En onderbroeken bij Tetsie. Tetsie. Tetsie bij de mol. Echt zo'n zo, oude mannenwinkel. Oude vrouwenwinkel. En hard is hier nog wel. Ja. Een soort hard wel waar. Ja, 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 ja het waren natuurlijk wel op leeftijd, maar. Ja. En toen hard. En toen ik begon te dementeren, he, dan zag ze hem ook nog magerder worden. He, want hij zorgde niet goed voor hemzelf. Nee. En ook met het verschonen. Ja, ik moest al eens een hem zeggen dat hij schone kleren aan heeft. Ja, he, dan begon hij wat te ruiken. Dus dan zag ik hem ten hart van, hij moet even schone kleren aan. Oh ja, nee, maar dat hij gust er al naast. Ja. En dan zei ik, ja, maar de wasmachine is heel vol. Ken de krek nog even bij? Dat was wel belangrijk. Dat was zonde om die wasmachine zo draaien te laten. Ja. Hier zit het hem nog strak om een sterke billig. Ja. Maar lastig aan werd, ging dat hem ook slopper zitten. Ja. En omdat hij gewoon steeds minder werd, ook ouder verzelf, maar ook zieker op een gegeven moment. En ik denk dat me dat heel erg aangrepen heeft. En dat ik toen ook een beetje begon ben met van, oh god, ik wil nooit eens een keer met dat witte hemd doen. Ja, inderdaad. En vandaar dat ik, had ik op een gegeven moment dacht van, god, ik wil als een kines een keer portretteren in dat witte hemd van hem. Ja, ja. En zien hoe dat om je schouders valt, ja, met je lichamen. Ja, we hebben als poetstukken voordaan, Hij is die schilderijen haalst er nou uit. En verder heb ik nooit iets met Hartje in wit hemd gehad. Nee. Sta je een paar jaar later in een wit hemd van Hart te praten. En ja, dat is wel een paar. Zeker omdat de geur er ook nog wat in zit. Ja, ja. En dan is Hart weer wat omarmd of zo. Of weer, maar omarmd. Ja, dat is heel wonderlijk. Maar zien, ik ga niet nou eigenlijk, ik wil je wat op een foto zetten, om de schilderij van te maken. Oké. En, zie je, nou heeft dat witte hemd nog aan, maar kijk, had ik de volgende keer Lieneke of Garnet of Anne vragen, die zil wel heel anders reageren op dat witte hemd. Ook qua wat verhalen betreft. Ja. Maar ook in hoe ze het aantrekken en hoe het hun om het lief hangt. Ja. Ja, misschien dat heeft hij zelf er al eens kunnen? Nee, ik moet ook. Dat moet ook nog, ja. Hey Johanna, kist ook toch wel in de broek uit. Ja, nou. Dan wil ik even de ook even dat die benen er helemaal komen. Hmm. De voeten uit, moet ik zeggen. Ik heb alles in dat garant hier is. Ik heb mijn benen niet skeerd. Nou, dat moet even inzoomen. Oh, god. Nou, daar ben ik. Kijk, dit gaat nou nog nooit. Verwacht, dat persoonlijk was. Dan was Sarah dit weten hem, dan wist niet helemaal eerlijk geweest mij. Moet Gaat er ook zo? Nou ja, het is maar kijken wat Gaat wil. Maar het voelt wel heel gewoon, heel eigen, yeah. heel. Ja, yeah. Zo nou, staat het. Dan ons maar even dicht. Ja. Doe dat je! Affer. Zag, ja. Jezus, dat is gruwelijk. Oh. Nou ja, hier lezen. Schuit hem hem.
Treintje Kuipers en Rintje Elings. Is niet Abek, daar is men geboren. En, nou ja, we zouden die worden wel wat bijleggen ook. Of loop, weet ik zeker. Ik weet nog dat we wat moeite mee hadden, want hij is in Belkum geboren. Nou, dat klopt wel, maar zien hij is ja, sterven in Harlingen, in het verpleeghuis. In. Dus staat er Harlingen op. Want daar is hij, nou ja, daadwerkelijk overleden. Maar wil ze helemaal niks met Harlingen hebben. Dus toch hebben we ervoor gekozen, want daar is hij. Ja, maar ik had er ja, zijn tanden op staan, moeten vanzelf. Omdat hij daar ja, hij zijn hele leven woont had. Maar goed, staat wat nu. Wel een wonderlijk, maar het was een blompje man. Hij later gaf hij op Nederland Tuinbouwschool gaf hij les in ja, plantkunde en tuinaanleg en zo. Maar als nog zie je wat voor zuiderige blompjes had hij ook. Ja, dat is ook goed. Dat moet ook eens even naast. Ja. Ik had zelf ook wel een hart dus. Ja, maar zie je, dat had Johan de vorige keer ook. Dus je moet alweer dezelfde doen. Zie je, hij kan wel wat bewaard zien, hij had veel meer speel of zo. Dat Johanna een heel verhaal dat Johanna dan hem kocht voor ooit. Ja, in Beveren wel bij Tetsie. Tetsie of Fetsie? Ja, of? Nee, Tetsie. Tetsie. In Beveren wel. Waren goede witte hem. Dus die had Johan ook aan. Dus dan moest er al, ik deus ook maar even aan. Hè. Maar ja, misschien mag hij wel even hier achter opkleden. Maar ik moet de aas dat ik foto's neem, moet ik ook even de broek uit. Dat het hemd. En dat is de blote voeten gaat. Anders zit die broek zo onder dat hemd. Dus maar mag het eerst wel even. Ik wil eerst even aanhouden. Ja, maar zie het ook wel even aan. Ik moet even de BH wat ook uit. Ik moet niet te veel bansjes zien. Mag die man helemaal niks? Nee. Het is ook je man al opvallen. Ja, maar die hadden benen niet scoren. Als dat hij denkt, precies hem dan in lopen. Ik hem dan in lopen zien? Ja, gewoon in broek en trooi. Een trooi. Een trooi en over hem eronder. Ja, ja. En broek. Ja. En dan het liefst een stikkende trooi. Ja, niet netjes. ik denk dan hard in stikkende kleren. Ja, ja. Dat denk je niet aan hemden. Nee. Zo. Nee. Dat is niet met iets met witte hemden. Nee. Nee, nee. Nee, ik zie een hard meelopen in, ja, weet ik wel, zo'n manchester en broek en dan zo'n broodachtig iets. Ja. En een overhemd. Ja. Ja, ja. Nee, niet in het hemd. Nee. Nee, dat is die associatie. Ja, die gedachten en herinneringen die binnen ook, die worden ook heel veel bepaald, hè, wat hard betreft, is je laatste jaren. Nou ja, ja dat is nog wel wat meest in het hoofd zit. Ja, ja. Zullen de tijd dat na hem? Ja, toen is je wat veranderd. Toen had, ja, nee, maar toen had je ook meer met hem. Of met hem. Ja, op zo'n manier. Ja. Moest je ja, meer om denken. Toen, weet je, ja. De verhoudingen veranderden wat. De hele situatie. Ja, wat, ja. Ja, dat zit je nog het meest ja, vooraan in het geheugen. Ja, ja, toen mijn leven waren het inderdaad. De rollen draaiden wat om toen men fort raakte. Ja. Zeker later toen hij wat ziek werd, moest hij me echt meer verzorgen. Ja. Toen waren de rollen echt omdraaid. Toen, ja, hij kon niet eten meer koken. Moest dat. Hè, toen een jaar lang had hij alleen maar wortels eten. Omdat hij dat lekker vond, ook makkelijk. Ja, maar hij dacht er ook niet meer aan na om zelf te zorgen. In de geest waren het helemaal weg. Ja, precies. Ja. Dat vond ik zo mooi bij Hoyt. Heel later raakte dan toen hij ziek was en mager. Zaken nog wel eens in het witte hemd, maar dat. Je werd het vroeger een sterke kerel waard. Ja, nee, ja. Je werd het nou een hele sneu, zielige man. Totaal ook lichamelijk altijd. Ja, precies. Kan het zo? Nee, ja, gewoon zo. Zo. En dan gewoon ook naar mij kijken. Oh. Een beetje minder. Ach nee, hou toch af. Stop maar niet. Ja, had ik portretten schilder in, met name, oh ja, nou ja, was hooit dan dat. Het heeft wel wat van het landschap. Kaal en het is wat het is. En ogenschijnlijk, maar wel heel veel vragen oproepen. En
Ja, soort. Je moet zeggen. Nee, vragen oproepen. Die te maken heeft met je jeugd. Dat is het eerste dat ik bespeur. Mijn eigen hem, ik ken er nog twee niet. Ja. Sporadisch heks aan. Dat is mooi, ja. En, ja. Ja, die vet wel. Ja, associeer je dan ooit niet met een wit hem? Nee, totaal niet. Want dat hem, dat waren alleen maar de zeumen dan vanzelf. Al het echt hiet waar. Ja. Maar dan mocht het... Ja, dan moest het verschrikkelijk hiet weten. Dan wou hij nog eens wel eens... Dus die associatie... Die heeft toch helemaal niet? Nee, wat minder dan ja. Het gong voor mij veel... vlugger als voor Jim in wezen. Kijk, ik heb er geen schuldgevoel als een overhoop. Het was duidelijk dat ik niet die hulpbeerden kon die Jim boorden. Want ik zat gewoon te... Kom praktisch ook niet. Ik zit 200 kilometer. Ja. Dat was niet beginnen dan. Maar wat mij bijbleven is dat ik sprongen zag en zien achter u gaan die Jim... Ja, had ik dat zo en dan wist niemand ook. Ja, ja. Omdat je hem elke dag zag, kon dat voor je veel stariger. Ja. Ik schrok elke keer. Ja. Als ik een beetje zie. Ik zag dat op een del ook niet zo bot als hem. Ik zag alleen maar die lijn eronder nog wezen. Ja. Dat er mij dan voornamelijk bijbleef. En dat uiteindelijk zo hard gong. Dat staat nou zo als zo'n jaren 70 voetballer. Met Wilhelm. Daar in die dingen tien. Ja. Dat skilde ze wel al, hoor. Dat ben ik niet op. Misschien maar wel. Dat liep het dan bij haar van Rijnald hier. Dat liep het dan nergens op. Dat is verschrikkelijk. Zo is het. Ik skilde het ook zo, hè? Dat snap je. Ik weet nog, wanneer nou precies Alzheimer, tenminste wanneer wij het ontdekken, dat hij maar niet helemaal... Ik weet wel, hij had wel vaker wat wonderlijke, nuvere dingen. En dat zo ken ik hem ook. Maar op een gegeven moment, ik weet nog goed, toen moest hij bij het huis op, met de trap. Want hij moest verven of zo, of de geut moest hij leegmaken. Ik weet niet precies meer, maar... Toen dat zei hij dat hij dat doen gaan zou. Dus toen zag ik hem de schuur komen met de fiets. Ik denk, hij moet even wat halen of zo, of weet ik wat. Hij moet even de buurt in. Maar toen zette hij de fiets steunend het huis aan. En dan zou hij bij de fiets opklimmen. Ik denk, dit is een grapje niet. Ik denk, man, dat is, doe even normaal, jong. Wat doe ik? Ja, en toen had hij het in de gaten van, nee. Toen maakte hij er wat een grapje van en zo. Maar dat waren eigenlijk al een eerste indicatie dat het niet helemaal, dat het wat in de war was. En toen het werd echt een beetje verontrustend op een gegeven moment dat hij eens eten komen ging en dat hij niet de pan of op het gasfornuis zette, maar de born, hè, de glazen born, of glazen born, het servies, ik moet zeggen, dat hij dat op het vuur zette en dat uit naar de spatten. En dat hij er op een gegeven moment ook in staan ging. Toen was ook overal bloed en toestanden. En toen was het echt zo weer van, dit klopt niet. We moeten maar eens even een ziekenhuis of een dokter bezoeken.
want ik zal dit bedoelen als het witte hemd even aantrekst van hoort. En dan zie ik dat ik even voor je pakken. En dan zien we het er even overheen. Nou, ja, helemaal daar reden. Ja, nou, even ben je hier. Wanneer werd de story bewust van bliksem? Dat gaat niet goed met hoort. Nou, toen is het verhaal. Toen is het Thea tegen je hart had. Ja. Toen is je het ziekenhuis bedaard en toen kwam je weer thuis. Nou, toen leek het allemaal niet zo gek. Maar het had hem niet goed. Nee. En ik denk ook altijd dat een rol met speelt. Is hij een dementie, een proces. Ja. Maar dat weet je niet. Dan. Nee, dat weet je niet. Maar het vergeet achter dat. Ja, dat heeft ook. Dat heeft wel een beetje met gemaakt, ja. En daar had je soms ook een pro lol in gelijk. Ja. Had hij dat vergeten, daar vergeten, dat deed hij verkeerd. Of... Ja. Maar ik geloof niet dat hij er zelf prolaat van had. Nee, ik weet dat je op een gegeven moment de plantienaam vergat van in de tuin. En dat vond hij wel erg. Ja. Misschien, hij wimpelde dat ook steeds voort van, nou ja, het hoort erbij. Het hoort erbij, ja. Maar dat... Ik ben toen een keer met hem meegeweest naar het ziekenhuis. Dan moest hij zo'n test doen om te zien of hij nog inderdaad dementie had. En... Nou ja... Dat werd hem niet meer? Nou, heel veel dingen niet. Maar ja, dat deed hij nog wat lager over. En hij wimpelde dat wat weg. En hij praatte daar wat omheen. Hij was niet... hij kon er niet echt erkennen, zeg maar zeggen. Nee, want dan zat ik nog wel zitten bij die oude wifi's. Ja, voornamelijk vrouwtjes. En die waren helemaal van de wereld. Ja. En ik weet ook niet hoeveel hij dat met kregen had. Nee. Nou, ik weet wel, dan liep hij daar weg en dan zat hij zo wat eruit te kijken. En dan wat zo, dan ging hij de merg en been. Zo van, oh, laat hij hem hier achter dan. En, ja. Nee, dat was niet noffen. Maar goed. Bliksemgarend. Oh, druk in nee. Ja, dan moest niet lachen. Ja, ik. Dit is het enige schilderij wat ik. Noemd heb naar het. Beetje naar het thema van de tentoonstelling, Alzheimer. Omdat. Ja, hier komt alles wel een beetje bij een ander. Ik heb namelijk ook op de achterkant van het doek geschilderd. En als het erop schildert, dan trekt de verf er heel erg in. En dan krijgt het iets heel diffuus-achtigs. En dat vond ik ook eigenlijk wel wat passend bij het onderwerp. En dat is hard, in zichzelf verdween. Een beetje implodeerde, als het ware. En... hier wordt het leeg. De verdwenen dingen. Dat heb ik ook open laten. Het vertrek gaat weg. En en ook een beetje de grauwe kleur. Het leven er wat uit. Langzamerhand. De leegte, de dofheid in de ogen. De blik van toch het kinderlijk. Leeg, zoals ik al zei. Wat schrikkerig. Ook nog wel wat verwonderd. Maar meer zo van, wat gebeurt er? En waar ga ik? Waar ben ik? En wat gebeurt er om je heen? En, dus met dit schilderij, daar ben ik wel heel blij met. Ja. En het aardige is... Het is op een oud schilderij. Schilderd en daar staat nog mee. Ik word ook een keer schilderd, nog heel lang geleden, maar soms dan, dan gebruik je schilderij en dan maak je schilderij en ben ik er niet tevreden over. Dan schilder ik op de achterkant. Dus dan zou die zitten een beetje op de achterkant van het mem. Nou, dat vind ik wel een mooie gedachte. Ja, nou, dit schilderij dat symboliseert een beetje
dat het over en uit is. Het is gebeurd. Ja, alle schilderijen zijn eigenlijk van de voorkant. En als je een gezicht nog ziet en wat. En, maar dit is, nou ja, ik zei het, het verhaal is over. En hij gaat fort. De tent is uit. Boa, mijn zoontje van 7, die had een paar keer rind nooit kennen. Ja, een half jaar, maar goed, maar dat weet ik vanzelf niet meer. Maar doordat hij wel heel vaak zag wat ik aan het schilderen was en hoe ik ermee bezig was en de verhalen die ik hem dan wel eens vertelde, ja, had hij toch een soort beeld gekregen van hoe paar keer rind waar. En op een gegeven moment reed Reine met hem langs. Maar als het kerkhof is in Jaap, ik weet die begroeven is. En met een vriendje ook erbij in de auto. En toen begon hij te vertellen over paar keer rind. En toen kreeg hij op een gegeven moment de tranen in de ogen. Zo van, goh, ik mis paar keer rind. Zoiets in die trant. Nou, dat is natuurlijk wel heel mooi, want hij had het nooit kennen. Maar door de schilderijen en de verhalen en hoe ik er met omging, is het voor hem leven gaan. En nou ja, misschien is dat wel het mooiste wat ik bereikt heb kind met die schilderijen. En dat had ik nooit bevroeden kind. Dat nog eens zo'n uitwerking op boven hebben zou. Dat vind ik heel mooi. En dan denk je ook op een gegeven moment van ja, goh, wat is het toch verschrikkelijk jammer. En dat ben ik me steeds meer van bewust worden van goh, nou ja, boven die het nooit met paken dingen doen kan en speulen kan. En ik, ja, dat gevoel, dat hebben mij nog het meest beklijft. Dat gemis. Ja, ook dat ik eens hard mis mezelf en de manier waarop. Maar dat ik nou mis van hoe Boe ja, met paken speulen kan had. En leuke dingen doen kan had. Dat ja, dat, kijk, paken mist dat niet. Maar blijkbaar dat Boe dat op een of andere manier wel mist of zo. En nou, ik denk, nou, dat heeft het mij opgeleverd. Nou, meer had ik niet wensen kunnen. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat, nou ja, dat het werk anderen ook enigszins wat troost bieden kan. En wat mooie gedachten bovenbrengen laten kin van hun dierbaren die er niet meer binnen. En nou ja, dat zou mooi wezen.